ben ik weer op zoek naar het allermooiste feestje. En deze keer ben ik uitgenodigd door Julian. Ja, en zoals altijd ga ik op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Jetzt geht's los, lieve dames en heren, want trek je ledenhozen aan. Dit is het gezelligste, grootste en meest spectaculaire Oktoberfest van allemaal. We zijn in Sittard. Solo. Ik voel me wel een beetje underdressed. Echt 80% loopt hier in lederhosen, dus ik denk dat ik er ook maar even een moet scoren. Wat hoort een dame als ik te dragen op oktober? Een mooie dirndl. Een mooie dirndl? Ja, die vind ik wel heel mooi. Dit vind ik wel de echte dirndl. Nou, dan gaan we hiermee beginnen. Dan gaan we daarmee beginnen. Wat moet ik met die strik doen? Nou, als je hem aan de linkerkant hebt, dan ben je vrijgezel. Heb je hem aan de rechterkant bij je bezet, heb je hem in het midden bij je maagd. Dus aan welke kant mag die? Dit is een hele moeilijke vraag. Ik ben vanavond... Doe maar bezet, dat is beter. Ja, dat is beter. Dan doen we hem aan de rechterkant. Doe maar aan de rechterkant, ja. Nee, dat is beter. Hey. Ik ben er klaar voor. Op zoek naar Julian. Hey! Het leven is een kermis, één grote bende. We zwieren en we zwaaien, we botsen en we draaien. Kom op, lachen, lachen, lachen! Ja! Nee! Hey Julian! Hey, wij zijn broers. Julian! En wij zijn, ja! Jij hebt mij uitgenodigd! Dat klopt! Want dit is het allermooiste feestje volgens jou! Absoluut! Lederhozen, iedereen heeft lederhozen aan of die rindels. Iedereen ziet er prachtig uit, worden halve liters bier gedronken en iedereen danst op de allermooiste slagers. Dus ja, dat is alles, alle ingrediënten voor het allermooiste feestje. Ben weer klimmen, swingen de heuvel. Ik denk dat we het epicentrum van de lederhozen hebben gevonden. In onze herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Nou, wat een ontvangst! Wat is de verplichte versnapering hier? Verplichte versnapering? Pieter, atten! Ik ga één keer atten. Ja, dat is goed. Eén keer. Ja. Atten! De verplichte versnapering. Een halve liter ratten. Ik ben zo stout. Een afgebeeld. Ik draai de vijf stond. Dat is lekker. Wie beest met dem gezicht schijnt die hals net zo is dan burnen Anton aus die rol. Waar zijn jouw lederhozen? Thuis. Ik ben een cultuurbarbaar. Waarom? Ja, had ik zin in vanavond. Ik ben een manager hier, dus... Oh, jij bent een manager? Ja, precies. Ik denk dat dit het allermooiste feest is, ja, zeker. Het enige wat ontbreekt... Ja, er ontbreekt eigenlijk niks. Het enige wat ontbreekt zijn je lederhozen. Zeker waar, ja. Eigenlijk is het de carnaval in oktober. Misschien zelfs iets beter. Oh, dat meen je niet. Gezelligheid, zuipen, bier, dikke tieten, wat wil je nog meer? Hallo. Ik ga één keer atten. Dat is goed. Eén keer. Atje. Ja. Ik vind het gewoon leuk om mensen op te naaien. Om te atten, ja. Dit is het mooiste feestje van het zuiden, jongens. Er is niks beter op de wereld. Dit naar de bar brengen. Ik kan niet meer! Ik kan niet meer! Oh, ik wil dit nooit weer! Dit zit er nog in! Ja, we zijn al langer hier. Ja, te lang. Te maken wie de gangmaker is, gaat Bas in de linkerhoek strijden tegen Julian in de rechterhoek. Ze gaan atten tot de dood. Mannen, zijn jullie er klaar voor? Eerst komen. Jazeker. Goed, in 3, 2, 1,
Atte! Maar Bas, alsnog goed gedaan. Kusje op de mond. Kom op, 3, 2, kusje. Kom op, 3, 2, 1. Kussen drieën. Hey, je zijn met z'n drieën. Een Jotland. Daar in dat beentje. Hier in dat beentje. Uiteindelijk heb je niet veel meer nodig dan bier. En een beetje een leuke Duitse slager waar je op mee kan zingen. Toch? Je moet wel een bak trekken. Ben jij toevallig vrijgezel? Ja, dat klopt. Heb jij dan met opzet die strik daar gedaan? Ja. Wat helpt dat ook, dat dan mannen naar je toe komen? Totaal niet! Wat is er nou zo lekker aan een lederhozen? Ja, het zit gewoon lekker aan je klote, hè? Het zit een beetje strak hier om mijn broek, maar weet je, ze zijn wel sexy, toch? Ja, vind je het sexy? Misschien niet bij mezelf, maar de meiden hier zijn wel lekker, moet ik zeggen. Ja? Laat ons even je outfit zien. Lekker strak om mijn kontje, hè? Ah! Om je kont? Mag ik eens zien dan? Dat zit lekker strak in de naam. Heel mooi. Waarvoor is dit ding dan? Ja, als je moet plassen, dan gaat dat sneller. Hoe dan? Dus je doet die knopen open en dan? Haalt je dat ding eruit en dan hang je hem in de wc. Ik zie dat jij je strik in de midden hebt hangen. Ben je maagd? Ja, wat denk je zelf? Ja, ik weet het op dit moment niet. Ik ben geen weduwe. Ik hoop vanavond eindelijk geluk te hebben. Ja. Ik ben 6 weken geleden getrouwd. Ik ben nog maag. Oeh, met wie? Met hem? Ja. Wat heb je een lijk bij je? Ja, een zak met alle plastic, alle rotzooi, extra. Maar waarom ben je aan het werk vanavond dan? Ja, dat doe ik elke jaar. Dit jaar is ook weer. Ga je nog wel een beetje genieten? Ik geniet alles mee. Ik heb hem, ze krijgen allemaal mee. Wat heb je vast? Dan ga ik gewoon eens gek niet maken. Nice! Doe eens! Het hoogtepunt van de avond, dat is... De Bafmaster. Nee, het racerad. De booster. Nee, een racerad. Bafmaster. Ik denk dat ik toch ga voor de Bafmaster. Hebben jullie er zin in? Jazeker! Okay, let's go! Oh. Holy shit! Ze gaan ons natuurlijk nu naaien! Ik haal mijn leven! Oh shit! Hoe ga jij? Boven. Geef me 2 minuten en ik lig op de stoep. Ja, ik denk dat wel een mooie afsluiter is. We begonnen de avond met een atje. De verplichte versnapering was namelijk, ja zo, een halve liter pul. De gangmaker was ook weer atte. En Julian, onze hoofdpersoon, die won de wedstrijd. En het hoogtepunt spreekt voor zich, want hoe voel jij je? Baffen. Ja, nou... Ik zeg stop op je hoogtepunt. Ik moet even kotsen nu.